mijn droom voor Zelfert is mensen uit Zelfert met elkaar te verbinden. Hier op deze mooie, hele mooie plek. We zijn hier in de Botterhoofdstraat, nummer 3. Echt het mooiste plekje van Zelfert vind ik, zou ik zelf zeggen. Bij mijn caravan, fantastisch. Waar ik allerlei lekkere dingen maak voor de mensen. Zo onder andere tosties, broodje hamburger, broodje gezond. Broodje kroket heb ik, frikadelletje, allerlei lekkere dingen. Ik heb zelf een hokje met een aantal kwartels. Dus ik heb elke ochtend heb ik verse kwartel-eitjes. Deze dingen die maak ik voor onder andere mensen uit het wijkbedrijf. Die dan tussen de middag een lunch willen. Het is ook de bedoeling voor mensen uit Zelfert, hier uit de buurt. Maar ook studenten. Die komen hier ook wel om iets te eten. Eigenlijk, ja, voor iedereen die wil. Ja, die verbinding ontstaat doordat mensen hier samenkomen, een kopje koffie drinken en dan een gesprek met elkaar aangaan. En vertellen bijvoorbeeld hoe ze het vinden hier in Zelfert te wonen. En we hebben hier ook een buurtvuur, dus één keer in de maand. Daar kunnen mensen samenkomen. Neem gitaar mee bijvoorbeeld, zing een lied of lees een gedicht voor die je zelf hebt gemaakt. Dat soort dingen organiseren we hier ook.